Hij verliep heel goed eigenlijk. Het was een hele technische tijdrit, heel veel bochten. Maar eigenlijk liep het echt heel smooth en heel goed. En ja, als dat in zo'n tijdrit is, dan resulteert dat wel in een goede tijd. En dat zie je nu ook. En natuurlijk hoop je wel op een goede tijd, maar je verwacht het ook niet. We hebben natuurlijk een vrij jonge ploeg en vrij onervaren. En ook weer niet de gerenommeerde tijdrijders, maar ja, we weten gewoon dat we een hele sterke ploegje hebben en dat iedereen in vorm is. En dat zegt natuurlijk ook al heel veel. Ik hoorde wel iets over een niet de meest perfecte start. Nee, klopt. Ja, die dame die mij vasthield, die hield mij niet echt goed vast. Dus ik viel bijna net voor de start. Dus ik tikte Chris aan. En we moesten alle twee uit het pedaal. Dus ja, dan verlies je even die focus en die contact. Dus ja, dat was eigenlijk al snel opgelost. En dan is het gewoon verder in focus. Ja, Chris moest even achteraan aansluiten en dat liep allemaal niet lekker. Dus ik baalde wel een beetje van. Natuurlijk ook vervelend voor hem. Dus, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen. En gewoon een super tijdrit. En dat is het allerbelangrijkste. Ik hoor net dat BMC 6 seconden sneller is dan jullie. Is dat 6 seconden die je daar verliest? Of is dat misschien wel iets te veel? Nee, zeker niet. De jongens die vooraan reden hebben niet ingehouden. Dus ik moet even dat gaatje dicht. En ja, ik denk dat we gewoon een hele goede ploegentijdrit hebben gereden. En daar moet je meer de focus op leggen. En dat was gewoon heel goed. Ja.